meneer Van Dijk. Gaan we naar de heer Jenits GroenLinks. Bedankt, voorzitter. Ik dacht dat ik duidelijk was, maar blijkbaar was het niet duidelijk genoeg zodat wethouders een antwoord kan geven op mijn vraag. We hebben dus over een tekort, over een structureel tekort, over een miljoen. Daar heeft u ook enkele oplossingen op voorgedragen. Nou, die geld wat er dus nu ook nog extra nodig is, 5,25, wat er dus nog voor de komende periode na de begroting nog over 2017 overeengeteeld wordt. Juist, we hebben het in die bijeenkomsten over gehad, over structureel oplossingen te vinden. En toen was er dus ook eventueel overweging geweest om eventueel te kijken effectief gebruik van accommodaties, van sportaccommodaties. En daarin is Irene Wust is een van de kosten gelegen, zeg maar, meeste geldkostende adres. Dus vandaar dat ik ook vraag nogmaals, in de stuk is het nog niet volledig eigenlijk duidelijk beschreven van wat daar ook eigenlijk voor- en nadelen zijn. Dus daarom wil ik ook wat meer duidelijkheid in, zodat we dus additioneel maar gewoon structurele oplossing kunnen vinden in de begroting. Dus vandaar dat we dus meer overweging willen hebben van wat voor- en nadelen zijn van eventuele sluiting van Irene Wust. Want we moeten daar ook niet ook moeilijk over doen. In de afgelopen periode en hebben we dus ook genoeg debatteerd over als structurele oplossing sluiting van de musea's en van de wijkhuizen. Dus we moeten daar niet over moeilijk over doen als het dat geld kost, zodat we dus structureel daar oplossing kunnen vinden. Want hier zit u ook nog bijvoorbeeld bij een minder gebruik van de zwembaden, wordt overgehad, dat we daar ook nog gedeeltelijk nog wat kunnen sparen. Maar ja, Partij van de Arbeid geeft ook aan dat u onderstreept ook dat ook even. Partij van de Arbeid heeft ook een vraag voor u. Dus mag ik even mijn stuk, dan kan hij dus ook, inderdaad, Partij van de Arbeid kan ook nog daarop aangeven. Zodat er dus steeds meer mensen zijn met minder inkomen, dat onderkent ook wethouders. En aangezien dat mensen steeds meer hun vakantie lokaal moeten dus besteden, gebruiken, ja, dan hebben we dus eigenlijk toch op lange termijn niet zoveel aan die korte of minder bezette. En dat zou dus juist andersom kunnen zijn. Dus daarom zoek ik aan structurele oplossing. En daarom zou ik dus willen van wat is eventueel. Meneer Selik gaat nu wel, die staat nu wel, u gaat nu alle kanten op. De heer Selik is even aan de beurt. Ja, dank u wel, voorzitter. Ik moet het nu toch opnemen voor de wethouder. Volgens mij staat er op bladzijde 39 staat er precies berekend wat dan de kapitaalvernietiging is die GroenLinks voorstelt. 1,2 miljoen door het putje. Terwijl het gewoon een fantastische accommodatie is en waar heel veel mensen gebruik van maken. Meneer Jenits. Ja, heel veel. Daar heb ik dus eigenlijk. Dus daarom is ook een vraagteken. Dus daarom wil ik ook het juist van de wethouder juist nog meer duidelijke informatie wat structureel oplossing kan gevonden kan worden. Dus zodat we dus de begroting in gezonde verstand kunnen dus beslissen. Dat is misschien wel. Even kijken, want wat vraagt u nog meer van mij? We hebben ook, als u dan kijkt naar pagina 54 en 55... hebben wij heel erg duidelijk uitgeschreven wat de consequenties zijn, bijvoorbeeld van het sluiten van de Irene Wustbaan en wat het oplevert, ja of nee. Dat staat er heel erg duidelijk in. Ook gewoon als je kijkt naar de breedsport en dergelijke. En als je dan door het stuk heen leest, en dan kun je ook zeggen van ja, is dan de Irene Wustbaan de aangewezen plek om dat te doen, ja of nee? Of zijn er niet andere plekken dat bijvoorbeeld een ijsportcentrum, dat dan misschien beter is om dat te gaan sluiten, ja of nee? Dus ik ben nog wel steeds op zoek naar wat u dan nog precies van mij wilt. Meneer Jeets, aan de zijkant. Ja. Nou, we hebben dus tijdens de bijeenkomsten ook nog een over kosten-baten-verhalen van accommodaties gehad. En tijdens de uitleg is aan ons verteld, zoals er ook daar ook in de nota staat, dat een van de mogelijkheden was wat meeste kosten, de Irene Wust gezien kostenbatenverhaal. Vandaar dat ik ook in dat hele stuk ook niet terug kan zien waarom dat juist niet ook eventueel, misschien beter gezegd, niet gekozen wordt of gedacht wordt aan een sluiting, definitief sluiting van accommodatie. Met alle kokken. Dus u wilt van mij weten wat het oplevert, zou ik het zo zeggen, als wij de Irene Wustbaan dicht zouden doen. Ja,
En bovendien als een permanente, dus structurele oplossing. Niet zozeer van schaafmogelijkheden van een week daar afsluiten en niet daar. Klimaat op den duur en inkomen van mensen zou juist andersom. Wethouder Kok. Nou ja, de definitieve sluiting van de Irene Wiesbaan is, dat levert op jaarbasis, zou ik zo zeggen, 1,2 miljoen. Dank u wel. Nou, dan zijn we denk ik al klaar met de korte.